De heer Wilders van de PVV. Voorzitter, laat ik beginnen dat ik het waardeer dat mevrouw Kaag even aanwezig wil zijn hier vandaag. Tussen haar andere belangrijke werkzaamheden door. Ik hoop dat die er niet te veel onder lijden. Goed dat u er even bent. Voorzitter, even terug over de heer Remkes. Want dat is natuurlijk net iets te gemakkelijk te antwoorden die u aan mijn collega van de SP gaf. Wat gewoon is gezegd is dat de heer Remkes warrig was. Lees dat hij gezopen had. En dat is vals, dat is gemeen en dat is zoals we u het afgelopen half jaar kennen. He? Niet tegen de minister van Defensie zeggen, terwijl u hier samen binnenkomt, dat u gaat aftreden. Nou, vele voorbeelden wat in een patroon past. Maar ik zou toch graag willen weten hoe dat is gegaan, want zowel u, alleen u was daarbij aanwezig bij dat overleg en de heer Jetten. Dus u bent de enige twee die gezien kunnen hebben, als het al waar is, dat de heer Remkes mogelijkerwijs zou hebben gedronken. Nou staat in de pers, mevrouw de voorzitter, dat het twee voorlichters waren en de heer Sjoerdsma. En ik zag al dat de heer Sjoerdsma niet aanwezig was, dus ik denk verdomd dat zal wel kloppen, want anders was hij een vent geweest en had Sjoerdsma hier in de zaal gezeten. Sjoerdsma is er niet. Mag ik u vragen, is het waar dat u of de heer Jetten dat aan de heer Sjoerdsma heeft verteld, want alleen u en de heer Jetten kan het aan de heer Sjoerdsma hebben verteld. De heer Sjoerdsma zat niet bij de onderhandelingen en is de heer Sjoerdsma toen op eigen initiatief of op suggestie van u of de heer Jetten naar de pers toe gegaan samen met twee voorlichters en hebben gezegd, jongens, die Remkes die was warrig. Er staat drank stond er op tafel. Ik wil dat weten, voorzitter. Het is een belangrijk iets. Komt dat van u vandaan? Komt dat van de heer Jetten vandaan? En waarom heeft de heer Sjoerdsma dat gedaan? Uit eigen beweging? Of heeft u of de heer Jetten hem daartoe aangestuurd? Mevrouw Kaag. Mevrouw de voorzitter, mijn antwoord blijft hetzelfde. Ook naar de heer Wilders toe. Het antwoord is hetzelfde. Woorden zijn teruggenomen. Terecht. Ik heb direct gehandeld. En dat is de situatie. En interne bespreking D66 is aan D66. Net zoals ik meen dat in hele andere casussen u geen verantwoording aflegt aan deze Kamer, meneer Wilders. De heer Wilders. Nou, altijd als mevrouw Kaag het moeilijk krijgt, dan wordt ze vals of dan gaat ze weer jijbakken geven. Maar geef nou gewoon, probeer nou een keer niet zo onaardig te zijn. We stellen allemaal serieuze vragen aan u. En we willen het gewoon opgehelderd hebben. De NOS heeft bekendgemaakt, de door u zo bejubelde staatsomroep heeft bekendgemaakt dat het twee voorlichters waren en de heer Sjoerdsma en niet alleen de NOS. Het schijnt dat de heer Sjoerdsma en die twee voorlichters 3, 4, 5, 6 verschillende media hebben benaderd. Dat heb ik niet gedaan, dat hebben zij gedaan. En u bent de politiek leider van D66. Dus ik vraag aan u om daar opheldering over te geven. Hoe is dat bij hun terechtgekomen? Nogmaals, dat is niet iets intern. Dat kan alleen maar via de heer Jetten. Anders misschien dat de heer Jetten durft om te antwoorden. Durft u ook niet heilig zitten. Misschien dat u kan antwoorden. Hoe is dat bij Sjoerdsma en die voorlichters terechtgekomen? En ik herhaal mijn vraag. Waarom heeft Sjoerdsma dat gedaan? Heeft hij dat spontaan gedaan? En als dat zo is, heeft u hem daarop aangesproken? Of heeft u dat op uw advies gedaan? U kunt niet eerst, mevrouw Kaag, u kunt niet eerst zien en er eventueel voor zorgen dat die mensen die spin, die valse leugen over Remkes naar buiten brengen. En dan vervolgens zeggen, ja, ik ga er geen verantwoording over afleggen, dat is iets interns. Het is niet iets interns. Die mensen die hebben naar buiten, naar de media, naar de NOS, naar andere media, hebben die de spin gemaakt, Remkes had gezopen. Dat hebben zij gedaan, publiek. Dat is niet iets interns, dat is iets publiek. En dat moet u nu, komt u niet mee weg tot te zeggen, ik ga er niks over zeggen. Hoe is dat gegaan? Mevrouw Kaag. Wie heeft dat gedaan? Ja. Mevrouw Kaag. Ik heb eerder, en ik herhaal nog maar, direct gehandeld. Ik heb de heer Remkes gebeld. Ik heb ervoor gezorgd dat er onmiddellijk de woorden werden teruggenomen. U kunt daaruit mijn mening opmaken dat ik het zeer onterecht vind wat er is gebeurd. En intern heeft D66 gehandeld. En daar blijf ik ook bij. Ja, voorzitter, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het een hele grote laffe bende is bij D66. Ze zijn wel flink genoeg om uit het overleg met de informateur en de andere partijen tegen de heer Sjoerdsma en twee voorlichters, want dat kan nogmaals alleen maar door haar of de heer Jetten zijn gebeurd, te vertellen dat Remkes blijkbaar aan de drank zat. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo was, misschien is het helemaal niet eens waar, maar dat is het verhaal wat naar buiten is gebracht. De NOS en andere media hebben dat opgepikt. De heer
De heer Remkes is daardoor, en gelukkig trekt hij zich daar weinig van aan, maar is daardoor beschadigd. Hij is daardoor beschadigd. Het is een vuile roddel over iets wat niet naar buiten mag komen. En dan wordt u hier door collega's ter verantwoording geroepen en dan kruipt u in uw nest. En dan durft u niet te zeggen waar de heer Schulzma is. Waar is de heer Schulzma? Waarom komt de heer Schulzma hier zelf niet vertellen wat hij heeft gedaan? Waar heeft u de heer Schulzma daarop aangesproken? Heeft de heer Schulzma, is hij zijn portefeuille kwijtgeraakt? Dan moet de heer Schulzma, komt hij de volgende keer op de lijst te staan? Heeft u de heer Schulzma daartoe opgeroepen? Heeft hij het zelf gedaan? Waar is de heer Schulzma? En waarom mogen wij dat niet weten? En mevrouw de voorzitter, dit is niet een incident. Het is vaker gebeurd. Het is vaker gebeurd dat dit soort slemielige, vuile spelletjes van uw kant komen. En nu gaat hij waarschijnlijk weer herhalen. Voorzitter, ik zeg helemaal nieuw. Het is een interne zaak. De interne zaak van D66. Als u daar weer geen antwoord op wil geven, stinkt. U beschadigt iedereen. U zegt over de ChristenUnie dat het een auto, een roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte scheeft u 7 messen in zijn rug. En over de informateur laat u uw mensen zeggen dat hij bezopen, dat hij dronken was als een aardbei. U moet zich doodschamen en dat u hier geen verantwoording over aflegt, is ver onder uw niveau. Kijk even naar de heer Asarkan, of er nog behoefte is aan een... Hier heb ik niks op te zeggen. Dat spreekt voor zich. Het zijn uw woorden, meneer Wilders. Ik mag toch wel een antwoord. Misschien dat het antwoord van mij... U kunt toch wel de beleefdheid hebben om een antwoord op mij. Wat staat u dan de arrogant met uw armen te zwaaien? Eerst geeft u mij een sneer en nu zit u wat te mommelen. Geef toch al... Ik stel een normale vraag. Ik formuleer het netjes en beleefd en ik wil daar een antwoord op hebben. Ja, u kunt wel weer een beetje zenuwachtig staan lachen, maar ik wil gewoon een antwoord op uw vraag. Antwoord op mijn opmerkingen en op mijn vraag. Hoe is dat bij de heer Schulzma terechtgekomen? Waarom heeft u het gedaan? Waarom kon eerst wel de hele media worden geïnformeerd en zet u nu... Als een klein meisje zegt hij van, nou, ik kan er niks over zeggen, hoor. Dat is bij mij thuis gebeurd. Nee, heel Nederland heeft het gezien. Geef antwoord en geef opheldering. Hoe werkt die vieze, valse machine van mensen zwart maken bij D66? Mevrouw Kaag. Mijn antwoord is helder en daar blijf ik bij. Voorzitter, het is ongelooflijk maar waar. 9 maanden na het aftreden van het kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, wegens het grootste schandaal van deze eeuw, het toeslagenschandaal, gaan diezelfde partijen nu opnieuw onderhandelen over een nieuw kabinet. Alsof er niets gebeurd is. Alsof ze nooit zijn afgetreden wegens de ongekende bestuurlijke rottigheid en het onbeschrijfelijke leed dat onder hun verantwoordelijkheid tienduizenden onschuldige gezinnen is aangedaan. Voorzitter, dat is zo vals en zo fout dat het nauwelijks te bevatten is. Zoveel slechtheid bij elkaar. De kiezer, ik zei het net al, wordt door Rutte, Kaag, Hoekstra en Zegers daarmee recht in het gezicht gespuugd. Ze faken schaamteloos dat ze met elkaar verder willen in het landsbelang, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat ze doodsbang zijn voor verkiezingen. Afgelopen zondag, in de laatste peiling van Maurice de Hond, verloren D66 en het CDA samen 17 zetels ten opzichte van de verkiezingen in maart. En vind je het gek, voorzitter, terwijl de slachtoffers van het toeslagenschandaal nog steeds op hun geld wachten, lezen we dat Wopke Hoekstra in het geniep met zijn patserige Minerva-vriendjes met tienduizenden euro's aan het spelen is in de Caribische belastingparadijs de Maagdeneilanden. En nu zijn ze bang voor hun eigen hachje. Bang voor de kiezer. Bang voor verkiezingen. Sigrid Kaag voorop. Bijna de liberale gifpijl van Politiek Den Haag. De prima donna van de Haagse heksenketel. Met haar zogenaamde nieuwe leiderschap. Voorzitter, laten we eens kijken wat dat nieuwe leiderschap van mevrouw Kaag ons ondertussen heeft gebracht. Om te beginnen, totale onbetrouwbaarheid. Na de leugens van Rutte dienden ze samen met Hoekstra op 1 april een motie van afkeuring tegen Rutte in en vond dat die moest opstappen. Hier scheiden onze wegen, zei ze. Toch gaat ze nu met hem verder. Vervolgens schoffeerde mevrouw Kaag de ChristenUnie door hen te vergelijken met een roestige auto die zijn voltooid leven al lang heeft gehad. Ze wilde liever iets progressievers. Toch gaat ze nu met hen verder. En daarna planten ze bij de schoollezing 6 messen in de rug van Rutte door hem een platte ritselaar zonder visie te noemen. En niet lang daarna was het D66-Kamerlid Sjoerdsma die samen met 2 D66-voorlichters de smerige roddel de wereld ingooide dat VVD-informateur Remkes zo dronken was als een aardbei tijdens de formatieonderhandelingen.
Voorzitter, dat hadden ze niet zelf verzonnen. Dat Remkes wel of niet veel of weinig alcohol zou hebben genuttigd, kunnen ze alleen van Kaag of Jette hebben gehoord. Voorzitter, wat een slechtheid. Wat een valsheid. Het lijkt wel of mevrouw Kaag aan een soort van politiek Gilles de la Tourette-syndroom leidt. Een soort van dwangstoornis, tot tierend en vals gedrag. Voorzitter, dat zo iemand dadelijk vicepremier kan worden, is onbegrijpelijk en onverantwoord. En voorzitter, mocht het kabinet Rutte 4, het kabinet Rutte Kaag, met het CDA en de ChristenUnie als bijwagen er inderdaad bijkomen, dan is dat slecht nieuws voor Nederland. Dan krijgen we nog meer klimaatgekkigheid, nog meer Europese Unie, nog meer QR-codes en nog meer islamitische immigranten, waaronder nog meer terroristen. Dan krijgen we ook Rutte en Kaag weer terug. Dan verandert er dus helemaal niets. Dan verandert er helemaal niets in Nederland. En voorzitter, ik beloof ze één ding. De PVV zal vanaf de eerste dag dat zo'n kabinet er zit, als het er al komt, alles, maar dan ook alles doen om ze zo snel mogelijk te laten vallen. Zodat we eindelijk nieuwe verkiezingen krijgen. Hoe eerder Rutte en Kaag van het politieke toneel verdwijnen, hoe beter. Dank u wel, meneer Wilders.